Ben jij een 5-sterren mens? De data die we delen wordt steeds vaker gebruikt om gedrag te beoordelen. Ben jij een plezierige Airbnb-huurder? Puntje erbij. Is je woordgebruik op Facebook optimistisch? Puntje erbij. Kun je dure dingen betalen? Puntje erbij. Welkom in de reputatie-economie. Tegelijkertijd spelen beoordelende digitale systemen een steeds grotere rol in ons leven. Het Internet of Things belooft ons een wereld vol slimme apparaten die ons, dankzij een verbinding met het internet, goed van dienst kunnen zijn. Bij Medialab Setup vroegen we ons af wat er gebeurt als de reputatie-economie en de Internet of Things samenkomen. Gedragen onze apparaten zich dan anders op basis van onze score? We vroegen kunstenaars en denkers om samen deze toekomst te onderzoeken. Neem nou bijvoorbeeld dit koffiezetapparaat van Vincent Hoender op, dat je aan de hand van je postcode een score geeft. Woon je in een slechte wijk, dan wordt je koffie iets wateriger. We zijn er eigenlijk al heel veel mee bezig. Er worden al heel veel gegevens van jou vergaard en verkocht. Alleen het is helemaal niet voelbaar. Het gebeurt allemaal eigenlijk ergens waar we het helemaal niet zien. Of koop je straks de Home Control Kit van Jasper van Loenen. Deze helpt je het ouderschap optimaliseren. Wassen de kids niet af, zetten ze hun speelgoed niet terug in de kast, dan gaat hun score automatisch omlaag en stopt de PlayStation al na een kwartiertje spelen. Met de Home Control Kit optimaliseer je ouderschap en maak je van elk kind een brave burger. Er wordt heel veel bijgehouden wat nu misschien niet belangrijk is. Maar je weet nooit of er over een paar jaar een ander kabinet is wat bepaalde zaken wel belangrijk vindt. En opeens met terugwerkende kracht gaat kijken naar wat je eerder hebt gedaan. En daar een waardeoordeel aan gaat hangen. Hello stranger, I am Ivo, and who might you be? Ten slotte bouwden de kritische ontwerpers van de Incredible Machine een spraakgestuurde assistent voor in huis. Deze assistent laat echter continu doorschemeren dat ze niet alleen jou probeert te helpen, maar ook de bedrijven waarmee ze verbonden is. In hoeverre staan deze slimme apparaten nog aan jouw kant? We moeten dit samen uitzoeken en hopelijk geven wij behalve de business- en de technologiekant ook gebruikers bewustzijn en een stem in hoe die technologie zich ontwikkelt. Want we hebben niks tegen technologie, sterker nog, we zijn enorme voorstanders van technologie, maar niet onder elke voorwaarde. In dit project steken we de draak met de zoektocht naar geoptimaliseerd leven en onderzoeken we nieuwe machtsverhoudingen en ethische vragen die in deze slimme wereld ontstaan. Worden we in de geoptimaliseerde toekomst uiteindelijk steeds braver? En hoe menselijk zijn we dan nog? This interaction will be terminated. Please move along. Goodbye.